Rock. Ging helemaal verkeerd. Oh shit. Ah. Oh, ik vind het nu al gaaf. Vanavond gaan we naar twee opera's. Eine Florentinische Tragödie en Johnny's Kiki. Ze zijn allebei 50 minuten. De een is Duits gesproken en de ander Italiaans. Jesse, oh nee, opnieuw. Nee, blijf draaien. Ze spelen zich allebei af in Florence. De eentje is een tragedie en de ander is een komedie. Het is een hele diverse avond. En dan ga ik heen met een hele diverse jongen, Lucas Hamming. En dat is... Lucas Hamming is singer, songwriter en rockstar. Rock! Rock. Hij speelde op Pinkpop. De andere mensen doen even een gierende gitaar na. We zijn niet van de rock. Was finalist in de beste singer, songwriter van Nederland. En huisband van De Wereld Draait Door. Lucas! Dames en heren, ik zal me voorstellen, mijn naam is Lucas Boudewijn Hamming. Hiernaast me staat Romee Steenmeijer. Romee, wat gaan we vandaag doen? Ik ging helemaal verkeerd, ik ben gelijk mijn microfoon kwijt. Oh shit. Kom, we gaan eventjes daar staan, dan ga ik je interviewen. Camera loopt. Als ik opera zeg, wat zeg jij dan? Oper B. Dit wordt echt een lang interview, denk ik. Ik hoop het niet. Wat voor associaties heb jij met opera? Nou, ik ken alleen rockopera's. Bijvoorbeeld Tommy van The Who. En dit wordt mijn eerste keer naar een echte opera en ik hoop dat het heel leerzaam is voor me. Ik denk het wel. Spannend wel, je eerste opera. Ja, maar we zullen zien. Maar waar gaat het eigenlijk over? Dat ga ik je zo vertellen. We gaan eerst het interview afmaken. Oh, oké. Ja. En ben jij bang voor imagoschade als je hier als rockster in de operabanken gaat zitten? Nee, ik denk juist dat ik enorm veel harten kan winnen hiermee. Het zijn twee verschillende opera's. Wat vind jij van dat concept? Kijk, ik vind het moeilijk om bijvoorbeeld lang te focussen. Gewoon lekker 50 minuten. Super chill. Ik denk dat het concept juist goed is om ook wat meer jongere mensen aan te trekken. Het is nog korter dan een film. Hoe laat begint het? Zullen we gewoon gaan kijken? Ik moet alleen het bruggetje nog doen. Dus daarvoor heb ik mijn telefoon nodig. Hey, dit is het filmpje. Ik ga het je laten zien. Drink ondertussen je wijn op. Jan-Philip Loger is the director of the two operas. What were you doing today? We're towards the end of our preparation, so we're putting all the things that we have developed into the right light. Ah, okay. So I was thinking, eh? Is it hard to direct two operas at the same time? It's very difficult. I feel sometimes I have to totally turn myself around. Oh, caramba! I can imagine. And what do you like about two operas on one night? It's extremely diverse. And also the different parts are not too long. You know, sometimes opera is too long. And what do you think about my English? You can be honest. It has a nice, cute, strong Dutch accent. Just like I have a funny German accent. And you know, this is how it is. Ze lacht. Kom, let's go. De eerste opera begint met passievolle seks. Oh, je pak smaakt super lekker. Oh nee, mijn man komt binnen. Wat is dit? De minnaar wordt gedood. Ja. Dood. En zij vindt haar eigen man ineens weer super aantrekkelijk. Zo kan het lopen. Wat vond je van de eerste opera? Gaaf, maar even wennen. In de tweede opera gaat Bozo dood. De familie... Hi. ...vindt het pas echt heel erg als ze zijn onterfd. Ah. Johnny neemt zijn plaats in, hoppa, verandert het testament en gaat er met de buit vandoor. Lekker, puh. Nou, dat was de samenvatting in het heel kort. Ik vond het echt gek. Ja, veel leuker dan verwacht. En wat zei jij toen de opera begon? Ja, dat weet jij beter dan ik. We hebben dit nog geoefend, Lucas, in de pauze. Oh, ik weet het alweer. Oh, ik vind het nu al gaaf. Maar dat kwam wel echt door het podium ding. Dat ronddraait en alle kanten op gaat. Dat maakt het een soort van modern of zo. Beetje moderne kunstachtig, vond ik. Ja, precies. En wat zijn de drie momenten in de voorstelling die het meest indruk op je hebben gemaakt? Het begin op dat ding waar ik heel erg verrast door werd. De tweede keer dat er ineens een heel decor opgebouwd. Dat vond ik ook heel creatief gedaan. Dat vond ik echt heel leuk. Wist je dat alle zangers onversterkt zingen hier vanavond? Ja. Oké, okay. En hoe was de muziek? Was het goed? Is het je bevallen? Ja, de top van Nederland. Dat zou best wel klonk het ook. Het was supergoed. Ik doe het zeker niet na, maar ik zou wel heel graag ooit een keer zo'n stuk willen schrijven. Ik ga me thuis wel iets meer erin oriënteren. Leuk? Ja, dat zeg ik nu wel. Het kan ook zijn dat ik thuis weer vergeten ben wat ik net gedaan heb. Oh ja, wat was je favoriete personage vanavond? Giovanni Snitchi. Weet je? Die gast. Johnny's Kiki. Nee, weet je wie mijn favoriete personage was? Die vent die de hele tijd dood moest spelen. Heb je gelachen? Ja. Ben je blij dat je hebt meegetrokken? Ja. Maar het heeft me pas kunnen verleiden nadat ik het heb kunnen zien. Als deze voorstelling een emoji zou zijn, wat zou het dan zijn? Ja, weet ik veel. Wat zou jij voor een emoji doen? Dit is niet hoe het werkt. Ik denk die emoji met een masker. Is het vanille of vanille? Vanille. Ja, dag. Portefeuille of portefeuille? Portefeuille. Is het vanille of vanille? Vanille. Goed zeg. Is het paprika of paprika? Ik zeg paprika. Is het ananas? Of... Ananas.